Nou, hier zijn de kinderen gewoon bezig om de nieuwe Amsterdam te ontwikkelen. En het begint al laat, eigenlijk vol te gooien. Over een half uurtje begint het eigenlijk met allemaal leuke artiesten. Die gaan bezig in Minecraft om Amsterdam Zuidoost een beetje te ontwikkelen. En dat gaat in het echt ook gebeuren. Gerberon, CTO van Amsterdam, wat is het idee hierachter? Nou, het idee is dat we eigenlijk willen dat elke Amsterdammer kan meedenken over hoe we de stad ontwikkelen. Elke Amsterdammer? Elke Amsterdammer. Dat vind ik wel een beetje veel. En vandaag gaan we laten zien dat een kind de was kan doen. Ja. Dus deze kinderen gaan in een omgeving die zij kennen, die zij prettig vinden, Minecraft. Ja. Gaan zij meebouwen aan een stad. Nou, denk over hoe hun school eruit ziet, hoe de omgeving eruit ziet. Een speeltuin misschien, kan van alles zijn. Ja. Parallel. Heel Nederland is nagebouwd, heel Amsterdam is nagebouwd in Minecraft. Ja. En zij kunnen dan stukjes echt meer anders gaan maken of beter of gedetailleerder. Zij kunnen gaan aangeven waar, waar zij nog een glijbaan willen. Of waar ze denken, hey, kunnen we de weg niet oversteken? Je wil graag de weg kunnen oversteken. Ja. Of we willen een glijbaan in onze school in plaats van een trap, omdat we dan makkelijker naar beneden kunnen. Ja. En hoe je dan mogen, moet je even over nadenken. Maar de professionals gaan hetzelfde doen eigenlijk. Precies, in een omgeving die niet Minecraft is, maar een omgeving die heel fijn voor hun is. Ja, en dat is Unity-based inderdaad. Maar dan in de omgeving die er veel professioneler uitziet, waar bijvoorbeeld ook details in zitten van lantaarnpalen, welke techniek ervoor gebruikt is, hoe lang ze nog houdbaar zijn, maar ook hoe hoog het water is, in veel hoger detail. Ja, gewoon echt een digital twin noemen ze het, van de werkelijke wereld. Ja. En daar gaan we in bouwen. En daar zitten ook de rules in en de regels. Ja, en modellen. Dus als je een flatgebouw erin zet, dan zie je ook wat er gebeurt. Aan hoeveel auto's erbij komen, hoeveel openbaar vervoer nodig is, als we dezelfde verhoudingen houden. Ja. En als je dan een muur bouwt, dan kunnen mensen niet meer weg met de auto. Dus dan zal het effect hebben op je openbaar vervoer. Of op die manier kun je wel gaan moduleren. Ja, want normaal zit iedereen in silo's te werken. Precies. En pas op het moment dat de architect klaar is, dan gaat het openbaar vervoer nog eens een keertje daarna kijken. Dat is moeilijk om dat allemaal geïntegreerd te doen. En nu krijgen we dus een wereld waar iedereen zijn data kwijt kan. Ja, en waar we dus niet direct, en dat is ook niet perfect vanaf het begin, maar omdat we erin gaan werken, gaan we zeggen, hé, dat klopt niet. En dus we krijgen ook steeds meer input, klopt het ja of nee? En hoe meer mensen ermee gaan doen, hoe beter gevoel we krijgen, klopt die data een beetje. Ja. En bijvoorbeeld, wat vinden we druk? Wat vinden we veel? Hoe lang willen we eigenlijk in de rij staan voor de parkeergarage? Willen we groen voor de deur of een parkeerplaats of allebei? En wat betekent dat voor de buren? Maar dan zijn deze modellen waar iedereen altijd allerlei verschillende varianten en daar hebben ze allemaal enorme discussies over. Gaan die nou voor mij als burger en voor mij als professional ook toegankelijk zijn? Ja, ik wou dat nu de URL kon zeggen, maar heel snel gaan we een URL communiceren waar in ieder geval toegankelijk wordt, waar mensen ook op mee kunnen gaan bouwen. Ja? We gaan niet één op één. Zelfs meebouwen? Zelfs meebouwen, ja. Dus net als die kinderen in Minecraft, dan kun je ook een gebouwtje erin, een huisje. Je eigen suggesties doen. Ja, bijvoorbeeld op je eigen huis. Je wil een dakkapel op je huis, dan kun je een dakkapel op je huis zetten. Nou, op die manier willen we het toegankelijk. Dat is niet vanaf dag één perfect, maar de komende 2-3 jaar hopen we op een niveau te komen dat het letterlijk op dit niveau kan gaan gebeuren. Dan zie je ook direct of er een vergunning afgegeven kan worden, ja of nee. Zodat we dat je echt kan meebouwen. En je ziet ook, en dat is ook leuk, want het klinkt altijd heel leuk als je zelf je straat mag ontwerpen bijvoorbeeld, maar je ziet ook wat de effecten zijn in de rest van de buurt. Want als jij besluit, in jouw straat doen we even geen parkeerplaatsen meer, maar alleen maar leuke speeltuintjes en groen en een lekker grote voortuin. Uh-huh. Je auto zal toch ergens moeten staan. Dus die komt dan bij de buren in de straat. Ja, dat zullen de buren dan weer typisch wat minder interessant vinden. Die willen dan ook wel. Dus je gaat ook zien hoe ze dat tot elkaar vragen. De consequenties van mijn acties worden gewoon in de modellering doorgetrokken. Ja. Dus als je zegt, ik wil een groot flatgebouw in mijn achtertuin, dat kan, maar dat betekent wel dat er heel veel auto's bij komen. Oké, wie maakt deze omgeving? We hebben nu een omgeving gemaakt samen met een bedrijf dat heet Geodan en de Amsterdam Arena, omdat we in dit gebied, de eerste, dat heet dan een MVP, een product wat het wel doet, maar nog niet voor de hele stad af is, willen we gaan oefenen. Maar het is gebaseerd op een code die zo open mogelijk is. Dus het idee is dat we dit gaan omzetten in een open source platform waar eigenlijk iedereen op kan meehelpen bouwen. Ja. Het eigendom is van de stad, maar waar voor alle toepassingen, verschillende modellen, verschillende applicaties opkomen. Dus voor kinderen maak je een andere omgeving om in te werken dan voor een professional. Ja. En Amsterdammers kunnen ook een eigen omgeving kunnen we van maken met het detailniveau dat voor hen relevant is. Namelijk de dakkapel op een huis moeten zijn, de vergunningen zouden ze moeten zien. Maar de ondergrondse infrastructuur, elektriciteit, interesseert de meeste mensen dan weer wat minder bijvoorbeeld. Ja. God, maar dat betekent dus, je moet eigenlijk kunnen zien wat iedereen aan het doen is. Ja. En ook al, er zitten wat slimmigheden in dat het ook meteen qua modellering doorgerekend wordt. Ook, of het qua vergunning. Ja, en als je het helemaal doortrekt, hè, de stad wordt een soort platform. Je zou kunnen zeggen, elke 3 maanden dan bevriezen we hem even. En dan printen we hem naar de rest van de stad. Dus dan gaan we bijvoorbeeld zeggen, we hebben de 3 maanden alles opgehaald. Wat we dan hebben opgehaald, dat maken we echt.
Onder een set voorwaarden natuurlijk, want we kunnen niet alles doen wat burgers suggereren. Maar we even, kunnen wel... even real world. Is dit een stichting? Is dit een, gaat het onder de stad Amsterdam, de planmatige omgeving? Of hoe zit het? Voor het nog hebben we het eerste concept hebben we gebouwd in de samenwerking onder de noemer Amsterdam Innovation Arena. Ja. Voor ons is dat heel makkelijk, omdat we daar echt... Ja, wij weten het ook niet precies hoe het moet, zeg maar. Dus we kunnen heel makkelijk kennis halen van echt een plek. Over hoe maak je zoiets. Hè? Ja. Amsterdam Arena komt heel veel verkeer heen. Hebben energietransitie uitdagingen, et cetera. Ja. Maar uiteindelijk wordt dit gewoon iets wat van de gemeente Amsterdam en de, nou ja, de, het ruimtelijke domein, dus de planoloog, zou moeten zijn. Maar ik denk dat we eindigen met dat we dit stoppen in een het is voor iedereen toegankelijk. Dus hoe ik denk dat het van de stad wordt, maar het is van iedereen. Zoals eigenlijk alles van de gemeente. Maar dit zal ook voor de planners, dat zijn toch mensen die altijd in heerlijke isolation, in silo's hun eigen werk doen. En die pas op het moment dat alles doordacht is en klaar is, dan het gaan communiceren, want dan zijn alle problemen al opgelost. Hebben ze antwoord op alle vragen. Dit is toch een hele andere manier van werken. Ik denk dat het een andere manier van werken is, maar wel een manier die ook heel leuk is. Ook voor de mensen die met de stad bezig zijn. Het is ook een manier om sneller contact te maken, denk ik, sneller feedback te krijgen op hun producten. Ik denk ook dat er nog steeds, die vakexpertise is super belangrijk. Ja. Want even een gebouwtje bouwen, dat klinkt heel leuk, maar voor je het weet wordt het echt een teringzooi. Ja. Dus het challenge je ook juist heel erg om in een vak te laten zien dat het een vak is. En ik denk dat mensen in deze omgevingen, als je erin werkt, dat echt gaat begrijpen. Nou, ik vind het een geweldig idee. Ik heb geen idee waar het naartoe gaat. Maar het aardige is dat dat ook oké is. Dat het goed is om daarmee te beginnen. En dat allerlei partijen met elkaar samenwerken. Nou, ik ga nog verder uitvinden wie nou wat betaalt. Hoe het nou organiseerd wordt. Maar dit is wel een heel mooi voorbeeld. En de kinderen zijn enthousiast om er gewoon zelf mee aan de gang te gaan. Daar gaan we ook naar kijken. Dankjewel, Ger.